Live op LinkedIn samen met Gusta Timmermans. Live gaat zij vertellen over een zeer succesvolle case waarin zij 1260, hoorde ik vanochtend, beveiligers hebben geworven in een ongelooflijke, ultieme sollicitant. Ja, vriendelijke manier hebben ze dat gedaan. Dus helemaal fantastisch dat Gusta dat gaat vertellen hier. Welkom allemaal. Ik zou het leuk vinden, Gusta ook natuurlijk, als je in een comment laat weten dat je meekijkt. En vanuit welke rol je meekijkt. Vanuit HR of recruiter of misschien loopbaanprofessional of als werkzoeker. Vinden we leuk, want dan weten we voor wie we nu aan het uitzenden zijn. De ultieme candidate experience, daar gaan we het over hebben. Ik ken Gusta al heel lang, al toen ze nog bij ING werkte. Gusta gaat zichzelf zo voorstellen, maar ik heb twee boeken van haar hier. En dat is over selectievragen en over recruitment en employer branding. Dus Gusta, kan jij jezelf voorstellen? Ja, ik zal het kort houden, Aaltje. Dankjewel. Goedemorgen allemaal wie kijkt. Hartstikke leuk. Gusta Timmermans. Ik zit echt al 30 jaar in het vak recruitment. Uitzendkant gezeten, eigen werving en selectiebureau gehad. En ja, de meeste mensen kennen mij van ING inderdaad als wereldwijd verantwoordelijke. En in 2018 Recruitment Builders opgestart. Eigenlijk met het doel om bedrijven te helpen bij alle vraagstukken over recruitment, arbeidsmarktpositionering en natuurlijk de candidate experience, de kandidaatreis. En ja, dat doen we nu met zo'n 15 professionals. Superleuk en mooie klanten. En zo kwam Schiphol ook bij mij terecht met de vraag om hun te helpen. Ja, oké, nog even voor iedereen die meekijkt. Stel je vragen aan Gusta. We zijn er nu voor jullie. Zij beantwoordt ze heel graag. Stel ze in een comment, dan kan ik ze highlighten. En dan kan Gusta ze zien en beantwoorden. Gusta, over wat was de case? Wat was de situatie toen je gebeld werd? Ja, nou, ik werd gebeld door Natasja Vrijer van Schiphol, de recruitment manager. Ze zei, Guus, we zoeken iemand die ons gaat helpen om die rijen van de passagiers op Schiphol weg te krijgen. Ik dacht, ja, ik zat zo even over na te denken en toen dacht ik van ja, misschien moet ik het zelf maar eens gaan doen. En ik ben al heel lang niet meer manager geweest of programmamanager, want ik adviseer en coach heel veel bedrijven in Nederland, ook de recruitment managers. Toen dacht ik, ja, ik kreeg er kippenvel van toen die vraag kwam. Ik dacht, ja, dan moet ik er iets mee, want dit is zo'n groot probleem. Ik reis zelf ook graag. Dus toen zei ik, ja, maar wie gaat dan de marketing doen? Want ja, ik kan wel bedenken hoe ik het op recruitmentstuk ga doen, maar wie gaat dan de marketing doen? Nou, dat was Jobs Republic met Erik van Bourgogne. Ja. En Natasja, wat dat betreft echt een van de beste recruiters in Nederland. Want zij bracht ons bij elkaar en ik had meteen het gevoel van, hey, dit gaan we samen doen. Maar goed, dan ben je er nog niet. Nee. Dus in aanloop, dus dat was in september vorig jaar, na eind september, begin oktober. En toen begon het. En de urgentie was natuurlijk hoog. En Schiphol, zoals je mensen misschien weten, die is verantwoordelijk voor alle beveiliging op Schiphol. Maar heeft dat uitbesteed aan vijf partijen. Dus vijf beveiligingsbedrijven. En ja, eigenlijk de opdracht was van, we gaan dit samen doen. Maar ja, je gaat natuurlijk met vijf concurrerende partijen, moet je in één keer één proces gaan inrichten, één gedachtegoed creëren. Nou, dat is best wel lastig. Was ook best wel lastig in het begin, maar de urgentie was zo hoog en Schiphol organiseerde het. En ik mocht dat samen doen en met een geselecteerd recruitment team. Superleuk. Ik heb echt vanaf het begin, ook met Jeroen uit ons team, hebben we echt gekeken van oké, welk systeem gaan we inzetten? Dus we hebben voor RecruT gekozen. Wat wordt ons proces? Wat kunnen we van Jobs Republic qua marketing verwachten? Wanneer komen die leads binnen? Hoe wordt de funnel? Hoe gaan we dat doen? Wat doen we met kandidaten waar we niks mee kunnen? Wat worden de doorlooptijden? En dus we hebben echt heel veel dingen vooraf echt bedacht en ontwikkeld. Ik denk dat dat ook de goede strategie is om echt voordat je gaat rennen, echt gaat nadenken over wat gaan we doen. Ja. De recruiters die kwamen uiteindelijk, dus RecruT hebben we in 2 dagen ingericht. Nou, dat kan dus. Dus dat is wel leuk. Maar voor iedereen die kijkt, RecruT is een applicant tracking system, hè, waarin je alles vastlegt wat er gebeurt. Een recruitment systeem. Ja. En we hadden natuurlijk maar één vacature, dat was wordbeveiliger op Schiphol. Ja. En vanuit die hoedanigheid kwamen de kandidaten ook binnen en werden ze vervolgens, nou zal ik zo wat meer over vertellen, verdeeld over de beveiligingsbedrijven. Ja. Algelang de kandidaten. Allereerst heb je dus die kandidaten daar naartoe moeten trekken. Ja. Dus dat was die marketingcampagne. Kan je daar iets over zeggen hoe jullie die hebben ingericht?
Ja, nou, dat is inderdaad de kracht ook van Jobs Republic. Zij hebben allemaal groepsessies gedaan met huidige beveiligers. Wat maakt het werk zo leuk? Wat doe je in je vrije tijd? Om zo goed mogelijk te weten wie is nou onze doelgroep en waar worden die nou blij van? En uiteindelijk zijn er zo'n 1000 advertenties gemaakt, verschillende. Dus er is heel veel content gemaakt, filmpjes, mensen op de foto, quotes van de huidige beveiligers. Daarmee zijn we met een landingspagina live gegaan. En dat hebben we ook continu is dat geüpdate en vernieuwd. Hè, want dat moet natuurlijk bij advertenties. En heel veel kanalen ingezet om het bereik groot te maken. Ja. En ik denk wel dat iedereen die... we hadden zelfs kandidaten, een kleine anekdote, die zeiden, ik heb maar op interessebutton gedrukt, want jullie blijven maar in mijn tijdslijn verschijnen. Dus het bereik was groot. We hebben ook ruim 44 miljoen views. Ja. Over maanden tijd. Dat is de bron was dus de gesprekken met de mensen die het werk nu doen. Hè. Dat is ook mijn adagium. Praat met de mensen die het werk nu doen. En dat was de bron ook voor alle foto's en filmpjes en alles wat jullie in die marketingcampagne hebben gedaan. Wat geweldig. Ja. Ja, en Jobs Republic had al ervaring met ISAC en G4S. Dus die hadden al meerdere malen wat voor beveiliging gedaan. Dus we wisten ook al heel veel over de doelgroep. Maar toch zijn we helemaal opnieuw begonnen om het goed in kaart te brengen. En je werkt natuurlijk met 5 partijen. Dus dan wil je ook van alle 5 de partijen weten van wat speelt daar, hoe gaat dat. En ook het profiel. En dus we hebben ook bij het opstellen van die hele reis hebben we ook gekeken wat zijn dan de vragen die wij als recruitment team moeten stellen. Dus dat zijn eigenlijk de toelatingseisen. Maar je wil natuurlijk, een kandidaatreis is dat dat geen kruisverhoor wordt. Hè? Dat is mijn paradepaardje. Dat moet een gesprek zijn. En we hebben 22.000 kandidaten bijna allemaal gesproken. En levensverhalen... Nog heel even daarvoor, Gusta. Ja. Want ze zagen dan die advertentie. Ik heb zelf ook gesolliciteerd namelijk 2 keer. Dus ik weet hoe het proces gaat. Ja. En het was dus zonder cv... Zonder brief, maar wat wel? Kan je iets vertellen over hoe het wel ging? Nou ja, we weten natuurlijk allemaal hoe minder velden, hoe meer kandidaten. En wij wilden eigenlijk naar een soort open hiring. Hè, want dat is het. We hebben alleen om naam, e-mail en telefoonnummer gevraagd. Ja. En in het begin hadden we ook geen extra vragen erbij. Want we wilden gewoon zien van wat komt er binnen. Zo laag mogelijk proces. En dan werden de kandidaten binnen 2 uur tijdens kantoortijden gebeld. En ik denk ook wel de kracht van ons proces is dat we 7 dagen in de week van 9 tot 9 open waren. Dus heel veel kandidaten kwamen ook, op die manier werden ze meteen gebeld. Ik vraag me ook af, ben je meteen gebeld, Aaltje, in de tijd dat je gesolliciteerd had? Nee, ik werd niet meteen gebeld, maar dat is een ander verhaal. Maar ik heb wel gezien dat je dus wel vragen moest beantwoorden of je binnen 1,5 uur Schiphol kon bereiken. Ja. En dat soort basisvragen, die stelden jullie wel. Was dat dan in een later stadium? Ja, dat hebben we in een later stadium gedaan. Omdat we zoveel kandidaten kregen, dachten wij, we gaan toch aan de voorkant een paar fallout questions, zoals je dat dan noemt, knockout questions stellen. Dat verhoogde de aantallen. Oh. Dus dat is ook wel weer een grappige constatering. Ja. Dus dat is dus geen drempel geweest. Want mensen dachten, maar dat kan ik. En dan was het ook goed. Dus dat was, ik vond dat wel een mooie constatering. Ja. Maar wat we dus deden is de mensen tijdens kantooruren eigenlijk meteen bellen. Nou, heel veel mensen nemen niet op. En dan deden we een gepersonaliseerde app. Hè, dus we hadden allemaal business WhatsApp. Waarbij we ook echt namens het recruitment beveiliging team Schiphol de kandidaat meteen mailtjes sturen. En 9 van de 10 belden dan ook meteen terug. Oké, dus nog heel even samenvatten. Er was dus waren allereerst, en dan komen zometeen 2 vragen in beeld. Allereerst hebben jullie gesprekken gevoerd met de huidige beveiligers om op te halen. Wat maakt dat nou zo leuk en boeiend, et cetera, om als beveiliger op Schiphol te werken? Dat is vertaald naar een marketingcampagne waarbij jullie alle doelgroepen uitmuntend hebben kunnen bereiken met 44 miljoen views. Ja. Vervolgens gingen mensen naar een landingspagina, ik word beveiliger. Ja. En daar hoefde je dus geen brief te sturen, geen cv te maken. Je hoeft alleen maar een paar vragen te beantwoorden over die reisafstand en je e-mailadres en je telefoonnummer. En dan werden ze meteen teruggebeld. Kan je iets vertellen over dat meteen... Je zei het net heel kort, maar kan je er iets meer over zeggen over dat meteen terugbellen, dat je door de recruiter gebeld wordt? Nou, heel veel mensen, en dat is ook de oproep aan heel de BVNL, bel die kandidaat. Die kandidaat is echt verbaasd dat een recruiter überhaupt belt. En ook zo snel.
Dus we hebben onwijs leuke reacties gekregen van kandidaten. Ook heel veel mails daarna van wat tof dat jullie het zo doen en dat jullie het zo snel doen. En als we ze belden en ze namen niet op, stuurden we dus een appje en ook nog een mail. Hè, dan bel ons, want dan maken we meteen een afspraak. Geweldig, geweldig. En dat was allemaal binnen die 2 uur. Ja. Zowel op doordeweekse dagen als ook op zaterdag en zondag tussen 9 en 9? Of? Ja, 9 en 9. Wow. En zelfs met kerst hebben we gewerkt. Nieuwjaarsdag was de enige dag dat we niet open zijn geweest afgelopen jaar. Dus jullie gingen als recruitmentteam contact zoeken met sollicitanten, zelfs op eerste en tweede kerstdag. Ja, en dat was heel leuk. Mensen waren echt verbaasd. Nee, en ik denk ook dat dat leuk is, hè, want ik had een team met allemaal studenten en mensen die net afgestudeerd waren, hadden eigenlijk nog nooit gebeld. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb heel veel met ze geoefend. Het is ook een generatie die het best spannend vindt om te bellen. Ja, ik zeg maar, dat is het enige wat we gaan doen. Appen en bellen en het recruitment systeem up-to-date houden. En die hele funnel steeds bewaken. En we hebben heel veel geoefend. En toen kwamen de eerste kandidaten binnen. Ja, ik zeg, wie gaat er bellen? Toen had ik Nathalie en Jolide, die gingen meteen bellen uit het team. Ja, het was echt superleuk. En toen ging iedereen. En wat ik leuk vond, ik ben erbij blijven zitten. Dus ik kon ook meteen de mensen coachen. Ja, het moet geen kruisverhoor zijn. Maak er een leuk gesprek van. Moedig de kandidaat aan. Maar ook hoe wijs je iemand af? Hè? Want we hadden toch wel een aantal criteria vanuit de beveiligingsbedrijven meegekregen. Ja, hoe wijs je dan iemand af? Ja. En ook hoe onderbreek je een kandidaat die zijn hele levensverhaal vertelt? Die heb je ook. Dus superleuk. Ja, het was echt mooi om te horen hoe de recruiters dat zo snel hebben opgepakt. Ja. En nog even de basis, Gusta. Je hoefde dus niet al een beveiligingsdiploma te hebben? Nee. Ja, dat mocht wel. Hè. Dus een van de eerste vragen was van, heeft u een diploma of niet? En we hebben denk ik 90% ongediplomeerd. BBL. 90%? Die niet gediplomeerd was. Dus, en die zeiden, ik wil wel echt beveiliger worden. Ik wil erover in gesprek en ik wil er ook wel in opgeleid worden. Ja, het is echt een BBL-opleiding van een jaar. MBO niveau 2. De recruiters waren ook helemaal getraind hoe ze dat dan uit moesten leggen. En wat dan ook de impact is, hè, als je dat gaat doen. Hoe ziet dat proces er dan uit? Ja, dat is heel erg leuk. En dan moesten ze ook wel nog, als ze aangenomen waren, moesten ze ook nog bij de meeste beveiligingsbedrijven een kleine test doen. Vooral de kleurtest. Dus de kleur. Dat doen we zo meteen even. Ik heb naar 2 vragen. Ja. Dit is een vraag. Ja. Sjoerd Jordans, ik ben hier omdat ik erg benieuwd ben naar jullie visie op kandidaatgericht werven. Zelf een startput. Hij wil de kandidaat voorop stellen. En daar willen we goed luisteren en ben ik benieuwd naar de kandidaatreis. Nou, fijn dat je luistert, Sjoerd, helemaal goed. Ja. Er is nog een andere. Om hoeveel vacatures ging het, vraagt Josephine Koreman. En wat is gedaan na dit proces, ook in verband met de continuïteit voor de werving van de toekomst? Laten we die continuïteit straks doen. Maar kan je zeggen, Gusta, om hoeveel vacatures ging het nu en hoeveel kandidaten heb je gesproken? Ja. Ja, dus we hebben in eerste instantie een target neergezet van 850 beveiligers. Ja. Vooral voor de passagiersdoorgang, hè, waar je als passagier met je handbagage doorheen gaat. Maar ook voor het buitengebied. Buitengebied moet je denken aan alle bedrijven die ook op het platform, hè, de cateraars, de schoonmaakbedrijven. Oh, ja. Iedereen die op het platform komt, wordt gecontroleerd. Want veiligheid staat echt boven alles. Ja. Dus 850 was ons doel. En we zouden dat zoveel mogelijk moeten hebben gedaan voor de 1 april al. We zijn in november begonnen, voor 1 april. Want we wilden de rijen in de meivakantie niet meer terugzien op tv. He, dus dat was ons doel en dat hebben we gehaald. En we zijn dus nu 7 maanden verder en hebben er dus 1260 mensen aangenomen. Ja. En dat bij 22.000 sollicitanten? Ja. Oké, dus nu waren we bij het moment dat dan de kandidaat binnen 2 uur na het solliciteren ook met kerst gebeld werd door de recruiter. Ja. De recruiters zijn door jou getraind dat het geen kruisverhoor is, dat het een leuk verkennend gesprek is, dat als mensen ook een hele levensverhaal houden, ik kan me dat levendig voorstellen dat dat gebeurt, omdat je eindelijk eens het gevoel hebt dat je gehoord en gezien wordt. Ja. Ook daarin werden ze getraind. En wat was de stap daarna, Gusta? Dus wat gebeurde dan daarna? Kon je dan door verder? En wat gebeurde dan als je niet door kon? Hoe werd dat dan?
Ja, nou, als je doorging, hè, dus we hadden 8 vragen. Je moet bijvoorbeeld 8 jaar in Nederland wonen. Je moet zowel Nederlands als Engels kunnen spreken. Nou, dat zijn een aantal van de criteria. En natuurlijk geen strafblad hebben. En die kilometerafstand, want er was ook nog wel eens wat om te doen. Dat is echt voor de veiligheid van de medewerkers. En want als jij in de nachtdienst nog 1,5 uur naar huis moet rijden, ja, dat is gewoon niet te doen. Dus wat een kilometergrens. En dat is gewoon ook voor de veiligheid van de medewerkers. Dus er wordt ook, het was niet alleen, hè, we gaan die mensen werven, maar de arbeidsomstandigheid is ook verbeterd. Er zijn meer rustruimtes op de terminal. En de arbeidsomstandigheid qua salaris, hè, we hebben een CEO-verhoging gehad. Dat heeft natuurlijk ook meegeholpen om de kandidaten naar ons toe te trekken. Als we naar die 8 vragen er doorheen kwamen, dan zeiden we, nou, we werken voor 5 beveiligingsbedrijven. We gingen eerst kijken of iemand binnen of buiten wil werken. Want dat is heel grappig. Mensen zijn daar heel uitgesproken over. Of ze dus buiten willen werken of binnen willen werken. Wil je in een hele drukke, stressvolle passenger lanes omgeving staan? Of wil je juist, dus ook, kan ook druk zijn, maar buiten zijn en daarmee continu ook de veiligheid bewaken? Ja. Als je die split had gemaakt, dan bleven er of 2 of 3 bureaus over, beveiligingsbedrijven. En dan gingen we uitleggen wat er was. Kandidaten mochten ook bij alle 3 of bij alle 2 op gesprek. We hebben dus nooit, en dat mag natuurlijk ook helemaal niet, we hebben altijd gezegd, jij mag kiezen, kandidaat. En misschien wel een klein leuk detail. We hebben ook heel veel vrouwelijke sollicitanten, en die kunnen we nog steeds goed gebruiken. Maar vrouwen bereiden zich toch beter voor op welke beveiligingsbedrijven dan bij hun het beste past. Dus die konden het veel makkelijker zeggen. En bij de meeste mannen zeiden van, nou ja, dit kan je doen, dit kan je doen. En we wisten natuurlijk heel goed wat de verschillen waren tussen de beveiligingsbedrijven. Ja. Ja. Ja, eigenlijk was die recruiter ook een soort in een coachende rol, hè? Van uitvragen wat past het beste bij je. En dan ook adviseren. Maar wat gebeurde er dan als je niet door kon als beveiliger? Ja, nou, er zijn op Schiphol zelf natuurlijk nog heel veel andere banen, ook voor de douane. Bijvoorbeeld HMS Host zit ook achter de douane met alle winkels en horeca, samen met Formaat overigens. En die, daarvan zeiden we, daar mocht je bijvoorbeeld wel zichtbare tatoeages in je hals of op je handen of op je gezicht. Mag bij HMS Host wel, maar bij Schiphol in het security gedeelte niet. Nee. En als iemand alleen maar Engels sprak, dan mocht hij niet in deze rol, want je moet Nederlands spreken. Maar dan konden we hem ook voorstellen bij HMS Host. En we hadden met de vrachtafhandelaars hadden we contact, met schoonmaakbedrijven. Eigenlijk alles wat op Schiphol ook urgent is, daar konden mensen dan ook doorverwezen worden. Dus ze kregen een hele mooie... De recruiter hielp hen dan ook met dan elders te solliciteren op Schiphol? Nou, dat niet. We stuurden een mail met zo'n 10 tot 12 opties, waar ze dan verder konden kijken, ook op de vacatures. Dus dat begeleiden we niet verder, maar wel met een doorverwijsmail. En daar werd echt wel heel positief op gereageerd door kandidaten. En ook wel begripvol van, ja, jullie willen me in ieder geval helpen. En dat is natuurlijk wat je wil. Hè. Je wil nog steeds ambassadeurs, ook al wijs je ze af. Ja. In een interview weet ik dat Erik van Bourgogne van Jobs Republic zegt van, ja, we moesten echt laten zien dat dit werk leuker was dan hun huidige werk. Ja. Dat vond ik, want dat is ook mijn adagium, solliciteren is hoop op een beter leven. Ja. Kan je iets zeggen over, weet je iets van, want jullie hadden geen cv's, dus je wist niets over hun achtergrond. Maar kan je dat toch, weten jullie dat inmiddels wel? Wat is de achtergrond zoal van de mensen die hebben gesolliciteerd? Ja, nou, 22.000 mensen met hele diverse achtergronden. We hebben het dus niet gevraagd, maar soms vertelde de kandidaat natuurlijk wel wat. Als ik zo terugkijk, we zagen veel mensen uit supermarkt. Hè, dus die zeiden van, ja, de zelfscankassa's, ja, daar heb ik geen contact meer. Dus ik wil weer contact met iemand, hè, met klanten. Dus die hebben we gezien. We hebben verkeersleiders gezien. We hebben ook de BOA's en handhavers gezien. Die zeiden, ja, wat bedoel je met verkeersleiders? Ik denk regelaars, verkeersregelaars. Verkeersregelaars, sorry, ja, verkeersregelaars. Ja, en uit de bouw, productie, heel divers, heel divers, ja. Okay, dus allemaal mensen uit hele andere hoeken en gaten. Dus hè, bijvoorbeeld als je wel contact wil met mensen en je werkt niet meer als cashière, dan denk je, oh, dit is leuk, dit ga ik doen. Ja. En dan werd je zo ontvangen, zoals jij dat nu allemaal vertelt, door de recruiter. Ja. Waren er ook voorlichtingsbijeenkomsten die ze konden bijwonen? Ja, wat we dus deden als de kandidaat geschikt was, plannen we ze meteen in bij de beveiligingsbedrijven. Daar hadden we dus heel veel beschikbaarheid, want er waren zoveel sollicitanten. Dus de beveiligingsbedrijven moesten ook opschalen.
Ja. Dat iedereen ook in opleiding moest, moesten de ROC's ook opschalen. Hè? Dus het opleidingsinstituut was er helemaal bij betrokken. Maar ook de AICD, hè? Want iedereen moet gescreend worden. Dus alles was opgeleind en ook iedereen was daar ook heel actief en bewust mee bezig. En wat een aantal beveiligingsbedrijven deden, is ook een groepsessie houden. Dus van je komt op gesprek. Je hebt ook een individueel gesprek, maar bij aanvang krijg je een video te zien, een presentatie van het beveiligingsbedrijf. En moet je voorstellen dat er zo'n 20 tot 30 mensen aanwezig zijn. En die krijgen dan de mogelijkheid, als ze dachten, ja, maar dit is toch echt niks voor mij, dan mochten ze ook weg, hè? Want het is natuurlijk allemaal heel erg op de kandidaat gericht. En als ze het wel leuk vonden en interessant, kregen ze een individueel sollicitatiegesprek. Dus dat vond allemaal op dezelfde dag plaats. En bij een aantal van de beveiligingsbedrijven, als dat het enige bedrijf was waar ze op gesprek waren geweest, deden ze ook meteen een kleurentest en een hele kleine capaciteittest om te zien van, joh, ben je in staat om ook Nederlands en Engels te spreken? En een aantal voorbeelden om daarop te reageren. Ja. Wat is de kleurentest, Gusta? Nou, je moet als je dus de passagiers doorlaat en ook medewerkers van Schiphol doorlaat achter het douanegebied, dan moet je op zo'n X-ray kijken. Je ziet het dus waar jouw handbagage doorheen gaat. En als je kleurenblind bent, zie je dat niet. Dus het is echt een kleurenblind test, ja. Dat is, dus het is niet je bent rood of blauw of groen, maar een kleuren, of je kleuren kunt zien. Ja. Oké, okay, dat is wel erg. Dus bijna 90% had geen beveiligingsdiploma, kwam uit supermarkten, uit de bouw, uit allerlei richtingen, werden gesproken van wat past bij jou, konden naar een voorlichtingsbijeenkomst. Dat ging dus ook allemaal ontzettend snel. Ja. En vervolgens konden ze dus instromen in de opleiding of ergens anders solliciteren. En daar werden ze dan ook naartoe geleid. Ik heb nog weer een vraag. Ik ga erop klikken. Van Patty Baken. Zij is volgens mij ook recruiter. Welke elementen uit dit proces zou je als toegevoegde waarde zien voor andere bedrijven? Voornamelijk bedrijven waarbij vooraf kennis en ervaringcheck en cv wel belangrijk is. Ja, ik denk dat dat... Goedemorgen, Patty. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet wie is je doelgroep en wat moet je weten van die doelgroep. In dit geval hadden we dus geen cv nodig. Ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld echt in de functie zit waar een diploma, een hefdrukdiploma, ik noem maar even wat, belangrijk is, ja, dan kan je die vraag stellen. Maar de vraag is of je altijd dat cv nodig hebt. Ik geloof daar niet meer zo in. En maak het dan gewoon lekker compact voor de kandidaat. En dus het proces, maak het compact, zo laagdrempelig mogelijk. Je kunt natuurlijk ook heel veel automatiseren daarna door nog een appje te sturen of een mail met een paar vragen. En dus je kunt ook heel veel dingen automatiseren. En die cv-check, ja, voor wat is het waard? Mensen maken hele mooie cv's. Ja, vraag het aan ChatGPT, hè, Aaltje. Dan heb je echt een super mooi cv. Maar de vraag is het dan, klopt het dan? En hoe ga je daarmee mee door? Wat ik als tip wil geven voor iedereen in Nederland. Zorg dat je een recruitment team hebt zitten. Die ook gewoon 's avonds en in het weekend werkt. Jij spreekt dagelijks opdrachtgevers en nieuwe opdrachtgevers, Gusta. Ja. Dus dit advies geef jij dagelijks. Wat zijn dan de reacties? Dat je zegt van ja, bel mensen ook gewoon in het weekend en 's avonds terug. Wat zijn dan de reacties van werkgevers? Ja, onze mensen werken niet in het weekend of 's avonds. Dus de grote corporates werken gewoon met cao. En die zijn daar gewoon nog niet op ingericht. Nee. Dus dat is wel, denk ik, als die markt zo krap is en de urgentie is zo hoog zoals we op Schiphol hebben gezien. Ja, dan moet je dus dingen gaan forceren en moet je dus dingen anders doen. En met de studenten, recruiters, inmiddels zijn het echte recruiters, aan boord. Ja, heb je gewoon een extra kanaal om op deze manier de kandidaat altijd te woord te staan. En die funnels zijn dus altijd schoon. Ja. Ja, dus als het antwoord op de vraag van Patty is, kijk heel erg of dat cv wel echt nodig is en hoe het dan nodig is. Richt je recruitment zo in dat mensen ongelooflijk snel contact hebben, persoonlijk contact hebben met de recruiter als kan, ook in het weekend en in de avonden. Ja. En heb je verder nog tips uit dit hele proces voor andere werkgevers? Ik denk snelheid. Dus snelheid in het proces. Dus een kandidaat komt binnen, eigenlijk
ja, wij konden het zo doen dat de meesten ook al binnen 5 dagen op gesprek konden komen. Ja. Dus de capaciteit soms al de volgende dag. Maar daar hadden we ook allemaal KPI's op gezet. En die meten we ook steeds. En, ja. En toch ook, hè, van die 22.000 is er ongeveer 22% op gesprek gekomen. Hè, zo'n 4800 ja. mensen. Ja. Er zijn heel veel gesprekken natuurlijk geweest. En dan hou je dus zo'n 28% over die dan ook wordt aangenomen. Ja. En volgens mij was dat ook een van de vragen van hoe gaat het dan verder? En meten jullie dat ook? Dat ligt bij de beveiligingsbedrijven. Hè? Dus op het moment dat ze naar de AIVD-screening gingen, dan gingen ze naar de beveiligingsbedrijven. En die funnels die worden natuurlijk ook gemeten. En daar zijn we nu, omdat het project nu min of meer afgelopen is. We gaan nog wel door. Zijn we nu aan het kijken hoeveel van die mensen die toen ja hebben gezegd, zijn nog daadwerkelijk aan het werk. Ja, precies. Dus dat wordt nu gemeten. En nogmaals, mensen voelden zich enorm gezien en gehoord. En ook de mensen die dus niet doorgingen uiteindelijk, werden geholpen om op een andere plek op Schiphol aan de slag te kunnen. Dus misschien is dat ook wel een van de adviezen. Kijk ook of je daarin kunt samenwerken. Dat is wat ik ook wil zeggen. Ja. Ik heb nog weer een vraag van Josephine. Bedankt, wil graag indien mogelijk nog nalezen in verband met dit proces. Ja. Nalezen. Volgens mij is Aaltje eruit. We wachten heel even of Aaltje weer terug is. Daar komt ze weer. Nou, ik denk dat het wel goed is, hè? De case van dit hele project staat ook op de site van Aaltje. Aaltje heeft ook al eerder een post erop gedaan. Dus die kan je ook nog even nalezen. En sowieso op WerfN, want daar hebben we de award ook gewonnen, kan je het hele verhaal ook lezen. Ik denk dat Aaltje wat problemen heeft met haar inlog. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ik denk dat het wel goed is dat we ook laten zien. Volgens mij was dat ook een vraag van Sjoerd. Die kandidaat centraal stellen. Echt alles om die kandidaat regelen. De kandidaat ook tijdens het proces voor vragen te woord kunnen staan. Ik denk dat dat ook wel heel erg helpt bij het gevoel wat je kandidaat geeft. En daar gaat het uiteindelijk om. De snelheid en met elkaar die kandidaatreis zo goed mogelijk maken. En ja, ik wil ook wel echt mijn dank uitspreken aan alle beveiligingsbedrijven, want die hebben het uiteindelijk ook opgepakt en omarmd en hebben het echt samen gedaan. Onder natuurlijk de supervisie van Schiphol. En niemand had dat vooraf verwacht. Maar wel heel erg leuk om het op die manier vorm te geven. Ik zie nog een vraag van Doreen Lammens. Ik heb een overzicht van de KPI's. Dus dat is de conversie natuurlijk van het aantal sollicitanten naar op gesprek. De conversie van op gesprek naar intentie tot aanname. En dan ook de intentie tot start screening, hè, want iedereen moest naar de AIVD. En we hebben natuurlijk ook een proces getekend met doorlooptijden. In principe, en dat stond ook op onze advertenties, wist je binnen 10 dagen, maximaal 10 dagen, of je was aangenomen. Dat lag meer aan de kandidaten die zeg maar de mogelijkheid kregen om hun gesprek te plannen. En als je als kandidaat op vakantie was, ja, dan plannen we natuurlijk na je vakantie plannen we pas het gesprek in. Dus de kandidaat was altijd in de lead. En we hadden ook al sommige dagen dat we echt vol zaten met het aantal beschikbare plekken. Op die manier hebben we ook gezegd, van, ja, dan mag je morgen of de dag daarna. Maar de kandidaat mocht altijd kiezen. Dus nogmaals ook bij welke bedrijven ze op gesprekken gingen en hoe dat dan verder ging. Ja, dus ik zie dat Aaltje wel aan de knoppen zit, maar we zien jou niet, Aaltje. Dus die KPI's was inderdaad, binnen 2 uur op kantoortijden werd iedereen gebeld. En heel veel mensen namen ook niet op, omdat ze ons nummer natuurlijk niet kenden. En dan appten we ze en dan belden ze ook wel meteen terug. En dan gingen we een afspraak inplannen met ze om op die manier te doen. Ik krijg nu Aaltje in de uitzending. Aaltje, je bent in de uitzending, hoor.
Ja, volgens mij zijn de laatste vraag was van Doreen. En ik heb wat KPI's gegeven. Ik wacht even of er nog meer vragen zijn. Anders stel ik voor dat we afsluiten, Aaltje. Ja, dus ik zie geen vragen meer binnenkomen. Helemaal goed, ja. Ja, ja, Aaltje zal nog voor de kijkers, Aaltje zal nog wat dingen ook delen met de artikelen daarbij. Dus dat komt helemaal goed. Ik vond het leuk om jullie allemaal te zien en te spreken op deze manier. En heel veel succes. En mocht je vragen hebben, dan hoor ik dat wel. Fijne dag. Hoi.